orkest parades hield en vervolgens vooral uitgerust was met geweren uit 1870 en navenante andere wapenonderdelen. We hebben in 1940 hebben gezien wat dat betekende, we hebben gezien hoe lang dat duurde en we hebben ook 5 jaar lang meegemaakt wat daarvan de gevolgen zijn geweest. En hoewel iedere vergelijking tenslotte mank gaat, denk ik dat we een beetje, maar op een andere manier, een vergelijk kunnen trekken tussen mei 1940 en december, januari 2000, 2001. Helaas is het nog steeds zo dat al het volk dat nu aan het winkelen is en zich uitsluitend alleen maar bezorgd maakt over het consumentenbedrag, daar niet van doordrongen zijn. Ik vind het de taak van de politiek in het bijzonder om daar aandacht aan te schenken. En dat is de reden waarom wij, helaas voor een wat gering publiek, maar ook het weer heeft daar iets mee te maken. Het schijnt dat Wim Kok ook daar iets over te zeggen heeft. Dat wij met een klein gezelschap zijn. Dat laat onverlet dat wij toch van mening zijn dat we daarover moeten praten. Dus dank voor uw aanwezigheid. En alvorens het woord te geven aan Freek Best, bisschop, die dit gesprek zal begeleiden en u zal introduceren aan de mensen die vanuit het bedrijfsleven daarmee te maken hebben en dus met u de discussie willen aangaan, zou ik eerst het woord willen geven aan de fractievoorzitter van D66 in de Amsterdamse gemeenteraad, Warner Hemmes. Ja, na deze woorden over mei 1940, dat moet ik me even laten bezinken. Ik weet niet of ik dat nou ben. Een prettig voorbeeld in het Edo, maar goed, dat is iets anders. U zult natuurlijk denken, als het zo belangrijk is, waar is dan de wethouder? Vanavond is het zo dat de belangrijkste kunstprijzen worden uitgereikt en dat de burgemeester heeft aangegeven dat de aanwezigheid van de wethouder cultuur daarbij daarbij onmisbaar is. Dus mevrouw Van der Giezen zal zeker komen zodra de prijzen zijn uitgereikt, maar het betekent niet dat zij hier niet is, zoals veel bewoners van Amsterdam, omdat zij het onderwerp niet belangrijk vindt. Aanwezig zijn een aantal fractieleden en dit is een onderwerp waarvan je zou kunnen zeggen de hele fractie van D66 wat bij betrokken is. Dus niet zoiets als je zou kunnen zeggen binnenwater of iets anders waarvan één het woord doet. Millennium zou je het rustig kunnen noemen, is een zaak die uitvoerig steeds aan de orde komt, waarvan Attila een expert is en waarvan ook anderen die het niet in de portefeuille hebben, waar we zitten er in ieder geval bovenop. Wij kunnen natuurlijk de wethouder niet vervangen vanavond, maar we zijn in ieder geval, als er vragen zouden zijn richting haar, kunnen Attila en ik in ieder geval zoveel mogelijk proberen haar wat dat betreft waar te nemen, want de zaak ons in ieder geval als uiterst belangrijk ervaren. Waarbij ik moet zeggen dat als je in de commissie zit en iemand als Luc Sala die daarvoor aan zit regelmatig bij je hebt, dan moet je het wel een belangrijk punt vinden, want die zorgt er wel voor dat er in ieder geval in de Amsterdamse gemeenteraad en iedere commissie van de zaken doordrongen is. Wij hebben er, en de tekst ligt, denk ik, of staat voor een deel een persbericht, ook uitvoerig in de algemene beschouwingen aan het millenniumprobleem aandacht gegeven. Ik hoop in ieder geval dat u en wij ook vanavond niet alleen doordrongen zijn van de aard van het probleem, dat weet langzamerhand wel, maar ook, denk ik, oplossingsgericht zijn. En wat ik altijd hoor is, mensen moeten niet alleen kijken naar dat hun magnetronnen doet, maar het gaat om de samenhang van allerlei zaken. En die samenhang daar zicht op krijgen, daar ook maatregelen nemen, dat is het belangrijkste. Ik hoop in ieder geval dat ik er zelf nog wat van kan leren en in die zin dan ook in de raad ervoor kan zorgen dat de Amsterdammers, want daar zijn wij hier natuurlijk voor met z'n allen, dat Amsterdam alles wat in haar mogelijkheid ligt doet om te voorkomen dat zaken die wij kunnen voorkomen, in ieder geval voorkomen kunnen worden. We hebben natuurlijk niet invloed, dat realiseer ik me altijd, over wat er gebeurt in Spanje, Duitsland, Frankrijk enzovoort. Maar de verantwoordelijkheid die wij als Amsterdamse bestuurders hebben, is wel om te zorgen dat voor de Amsterdammer en met de Amsterdammer het probleem getackeld wordt. Ik wens u in ieder geval een prettige avond, maar ook een leerzame avond. En ik zit niet voor niks zelf vooraan, want ik wil er geen woord van missen. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. We hebben hier 3 sprekers aan tafel. Ik zal proberen om deze sprekers zover te krijgen dat ze dingen gaan vertellen waar u wat aan heeft. Mijn naam is Freek Bisschop. Ik ga eerst even in op het millenniumprobleem. Maar voordat ik dat doe, even vertellen wie hier aan de tafel staat. We geven van links naar rechts. De heer De Haan is van KLM,
is daar verantwoordelijk voor, voor de zorg dat het millenniumprobleem in de processen van KLM opgelost worden. En tijdig, hoop ik. De heer Meert van Energie Noordwest is daar verantwoordelijk voor de technische kant van de zaak, namelijk dat het licht blijft branden. Mag ik het zo samenvatten? En we hebben de heer Van Esveld van Vendex, die naast zijn functie als controller binnen Vendex ook voor moet zorgen dat alle Vendex onderdelen op tijd klaar zijn met het oplossen van het millenniumprobleem. Nou, u krijgt vanavond nog gelegenheid om daar meer over te vertellen, maar ik ga eerst even naar het millenniumprobleem zelf. Want ja, je kunt natuurlijk beginnen met vanavond dat bekend te veronderstellen, maar als je dan het parool in de bus krijgt, dan denk ik toch misschien even stilstaan bij wat het probleem nou ook weer was. Parool van vandaag kopt over het millennium. Ik denk, ah, dat gaat goed. Gezellig met oma en opa thuis wachten op het millennium. Waar gaat het dan over? Dan zie je dat het millenniumprobleem gaat omdat een aantal mensen bedacht hadden dat er een wandeltocht op de A10 kwam en dat er niemand gaat komen. Dat is het millenniumprobleem. Dat er gezellige evenementen zouden worden georganiseerd op de Dam en dat er ijswedstrijden zouden zijn, maar dat er geen belangstelling voor is, blijkt uit haalbaarheidsonderzoeken en marktonderzoek. Want iedereen zit bij opa en oma thuis of ergens in het buitenland. Dus het millenniumprobleem, misschien moeten we dat eens oplossen. Maar er is ook nog een ander millenniumprobleem. En ik denk dat we beter maar stil kunnen staan bij dat millenniumprobleem. Want dat dit in de krant staat als kop geeft alleen maar aan dat misschien het probleem is dat het probleem niet erkend wordt. Het millenniumprobleem, zowel het I2K, zoals we dat noemen in het Amerikaans, het Year 2000, K staat voor 1000, voor kilo, weet je wel, I2K-probleem, is een computerprobleem. Dus zeggen, nou mooi, dan gaan dan die computerjongens maar mee aan de slag. Dat zijn slimme lui, hebben we al een mooie moderne apparatuur voor, dus dat lost wel op. Nee, we hebben namelijk nog een heleboel computerapparatuur en chips overal zitten die de tijd bijhouden. En gelukkig maar, stelt je bijvoorbeeld in staat om te betalen met je creditcard bij een benzinepomp. Want die kijkt of die kaart nog geldig is, want je moet er niet aan denken dat een kaart uit 1970 nog steeds gebruikt zou moeten worden. Ik hoorde zojuist dat een van de leden van de Raad van Bestuur van Energie Noordwest pas geleden ergens aan de benzinepomp stond en niet meer kon betalen met zijn creditcard, juist omdat er twee nullen op stonden. En de politie hem moest helpen om überhaupt nog thuis te komen en weg te komen. Dat gaf meneer Meert geloof ik wel weer de gelegenheid om wat meer middelen ter beschikking te krijgen om het echte probleem op te lossen. Maar het gaat dus over nullen. Nullen, de grootste uitvinding in de wiskunde, zeggen ze wel eens. Maar ook het grootste probleem misschien wat ons te wachten staat. Want ga eens op zoek naar wat informatie op het internet bijvoorbeeld. En je ziet dat het Canadese leger in staat van paraatheid wordt gebracht. Pardon? Ja, daar staan nu al dingen op de rol. Daar worden 26.000 man klaargezet om tegen het eind van volgend jaar allemaal niet op vakantie te gaan, maar klaar te staan met noodaggregaten, met noodhospitaals. De schepen allemaal in huis in de havens om daar de energievoorziening te kunnen doen. Pardon, dat is inderdaad wel even wat anders. Een leger in staat van paraatheid, 1600 officieren die nu al te horen hebben gekregen van nou wat je ook doet, denk maar niet dat je op vakantie kan tegen die tijd, moet eerst weten hoe erg het probleem is. Dat geeft een heel spectrum van problematiek. En hoe erg is het nou? Dus je kunt je voorstellen dat zo tegen het jaar 2000 ineens een aantal, laten we eens ergens beginnen, een aantal kerncentrales staan bij doel over de grens, maar in Frankrijk is ongeveer driekwart van de energievoorziening is kerncentrale. Dus een heleboel in Europa, die staan ineens stil. Nou, dat is op zich al vervelend. Hè? Geen kernenergie, dat wilden we in Nederland ook niet, geen kernenergie, maar als het dan in heel Europa ophoudt, dan wordt het toch lastig. Het wordt helemaal vervelend als de regelsystemen die ervoor moeten zorgen dat dat nog veilig gebeurt met zo'n kerncentrale, dat die het ook niet helemaal blijken te doen zoals je dacht. Dat de lift blijft hangen, zwaar, dat is misschien vervelend. Maar als die kerncentrale nou niet zijn watercircuit goed aanschakelt, als die niet goed zijn koelstaven inschuift en je krijgt her en der een meltdown, dan heb ik het nog niet over Rusland, maar dan heb ik het over België en Frankrijk. Toch een iets ander probleem. Ik heb zelf overwogen met mijn vriendin om midden in Afrika te gaan zitten rond die tijd, als ik dit soort geluiden hoor. Want daar hebben ze in ieder geval geen kerncentrales, weinig telecommunicatie. En bovendien is het meestal lekker weer als je op de goede plekken gaat zitten. Dus dan hou je het wel een tijdje vol. Maar je hoort ook dat de waterleiding het misschien niet doet. Je hoort ook dat het betalingsverkeer ophoudt binnen. Nou,
vergeet het voorlopig maar even. Dus misschien een bak met geld in huis halen. Ik weet het niet. In ieder geval een bak met water, een bak met eten. En kijken of je je kasten nog vol kunt stouwen. Misschien gaat daar de vergelijking, die Edo trok, wel weer meer op. Maar dan voor de hongerwinters. Ik schets maar even een andere kant van de problematiek. Dus het hele scala van niet doorgaande ijsfeestjes en geen wandelingen op de A10. Tot China Syndromes vlak over de grens. Nou, maak uw keuze zou ik zeggen vanavond. Laat ik eerst nog even, voordat we nou wat experts aan het woord laten vragen, van wie van u denkt nou dat het millenniumprobleem een ernstig probleem is en wie denkt dat het allemaal wat mee zal vallen? Dat wil ik wel eens even pollen. Misschien dat het aan het eind van de avond wat veranderd is. Wie denkt dat het een ernstig probleem is? Het is nog wel de meerderheid zo te zien. Ja, dat is natuurlijk ook logisch, anders zou ze niet gekomen zijn. Wie denkt dat het allemaal wel mee zal vallen? Oh, gelukkig. Dat vind ik heel geruststellend. Dus dan is het ook zaak om te kijken van wat u met uw aandelen doet, wil ik nog even zeggen. Want daar werk je ook met verwachtingen. Misschien dat opties nog de beste oplossing zijn. We gaan het straks opnieuw vragen, want we krijgen het nu meteen te horen van een aantal belangrijke spelers in het bedrijfsleven. Hoe zij het probleem zien, hoe lang ze dan mee bezig zijn en hoe ver het opgelost kan worden. En wat er gebeurt als het niet opgelost blijkt te zijn en of ze nog een noodplan in de kast hebben liggen. Ik ga eventjes het rijtje langs en eerst maar eens een eenvoudige vraag stellen. Meneer Haan, hoe lang zijn jullie al bezig met het millenniumprobleem? Ik denk onofficieel sinds 1996 en strikt georganiseerd ongeveer 2 jaar. En dus lijkt het die kant? Sorry, het lijkt dan hetzelfde, 2 jaar, 96, maar het zit eind 98 en ik praat over begin 96. Dus we zijn daar al 4 jaar voor het jaar 2000 mee begonnen. Het heeft alles te maken met het maken van vlugschedules die 3 jaar van tevoren worden opgesteld. En u was sneller dan uw collega's of waren die ook allemaal op dezelfde tijd wakker? Wie het eerst pijn heeft, die begint het eerst. En als je dus met schedules te maken hebt, dan zul je dus wel moeten. Ja. Dan is het ineens heel dichtbij. Oké. En in de energievoorziening? We zijn bij Energie Noordwest begonnen in juni 1997. Dat was dan de hoogspanningsenergievoorziening. En eigenlijk pas in januari van dit jaar met de laagspanning en de middenspanning. Is dat dan een beetje op tijd, meneer Meert? Onze verwachting is, daar poetsen we nog steeds op aan, dat we eind van dit jaar alle systemen getest en waar nodig hersteld hebben. Gelukkig. Dat klinkt geruststellend. En bij de Vendex, daar is het waarschijnlijk niet zo'n probleem. Of valt dat Bart tegen? Nou, ik denk als Vendex zich zou vergelijken met energie of met de KLM, dan hebben we bij Vendex inderdaad te maken met een veel simpeler probleem dan bij mijn twee collega's. Wij zijn eind 95 onofficieel begonnen met voorbereidingen betreffende voor het vervangen van software. We zijn in 97 formeel begonnen in elk bedrijf. De directie aansprakelijk gesteld voor de schade. En dan wordt het in één keer heel dichtbij. Mensen moesten projectgroepen formeren. Elk bedrijf heeft een projectgroep, elk bedrijf heeft een plan. Dat plan hebben we laten doormeten door derden om te kijken of alles wel is gepakt. En op dit moment zijn we terugdoende met de uitvoering van het plan. Maar dan moet u eens uitleggen wat er nou mis kan gaan bij de Vendex. Wat was er gebeurd als u niks gedaan had bijvoorbeeld? Nou, wat je natuurlijk wil bereiken, dat is dat je goederen beschikbaar blijven, dat de winkels open blijven, dat de kluizen open gaan op maandag, wanneer de winkels worden geopend. Je probeert natuurlijk ook dingen als liften, als airconditioning, dat soort zaken dus gewoon blijven doorgaan. Oké, dus dat de schappen open, dat er vol blijven en dat we erbij kunnen. En dat we kunnen blijven afrekenen. Absoluut. Doen die kassa's blijven het ook allemaal doen? Ook die kassa's maken onderdeel uit van het checkplan dus, en de pinautomaten, want anders dan werkt het niet. En er worden ook plannen dus ontwikkeld wanneer de kassa's niet zouden doen, hoe je dan verder gaat. Oké, nou misschien ligt het niet, maar we kunnen wel boodschappen doen. Wat gaat er mis in de energievoorziening als je niks doet? Sowieso doet het weg niet. En de kans dat u ook geen gas heeft is dan redelijk aanwezig. Al ligt daar het probleem het minst. Gasvoorziening is altijd nog een zaak die mechanisch bedreven wordt en
daar zit weinig elektronica in die dus een probleem kan zijn. Maar wel is het zo dat gasvoorziening ook weer in een keten zit. Dus het ene bedrijf levert aan het andere, de NAM voert in bij de melder en dan wordt het doorgetransporteerd en gaat dan naar de hoogovens en in die keten kan er ook ergens wat misgaan. Maar als de elektriciteit uitgaat, dan gaat het gas natuurlijk ook af. Dan gaat het gas eraf. Dat is een van de zorgen die daar is, omdat je steeds in een ketenproblematiek zit. Dus op het moment dat je het opgelost hebt in de Energie Noordwest, heb je daarmee het probleem nog niet uit de weg gehaald. En die kerncentrales, daar kopen jullie niet bij in, dus dat gaat ook wel goed. Nou, een van de noodscenario's, en dat is wat dan bij de SEP wordt opgepakt, is dat wij kopen ongeveer voor een... Nederland toch ongeveer 8% in aan gas uit buitenland of energie uit buitenland. En ook is een van de scenario's dat ze zeggen, oké, wij stoppen de levering, het inkopen van de energie en we moeten ons dus zelf bedruipen in Nederland. Wat gebeurt er dan? Wat zijn de consequenties daarvan? Dat is een van de scenario's, maar die is dan op SEP-niveau dat wordt beter. Oké, met een paar spaarlampjes erin, dan kunnen we die 8% wel missen. Dus dat is een geruststellend verhaal. Geloof ik. Meneer De Haan, bij de KLM, ik neem aan dat u aan de grond blijft, maar wat gaat er allemaal mis? Ja, ik durf het niet te zeggen. Als het bij de KLM misgaat, gaat het echt mis. En bij de KLM staat de veiligheid van de passagiers voorop. En dat betekent dus dat er een heftige discussie aan de gang is of je überhaupt moet vliegen. En die discussie is zeer serieus. Daar is nog niks over besloten. Maar een simpele indruk van de omvang van ons probleem kan ik misschien het best weergeven door te vertellen dat de KLM leeft met behulp van 1200 geautomatiseerde systemen. Daar praat ik alleen over de KLM. Als je ook weet dat de KLM afhankelijk is van 3600 relaties, waarbij de luchthaven Schiphol nummer 1 is van de 3600, dan kun je ongeveer bedenken wat de risico's zijn die wij moeten managen. En dat in mijn optiek er wel heel veel moet gebeuren, willen überhaupt vliegen. Ja, niet vliegen dus rond die tijd. Nee. Nou kan ik me voorstellen als je een tijdje bezig bent met zo'n klus, je begint daar wel gemoed aan, dat je nog wel eens wat verrassende dingen tegenkomt. Ik denk dat, mag ik voorstellen dat u allemaal dingen tegengekomen bent die u niet verwacht had onderweg? Of was het allemaal al goed te voorzien? Nee, ik wil onmiddellijk erop inhaken omdat een van die systemen bij ons reeds 3 jaar lang officieel is gecertificeerd met heel veel poeha. Dat is aangepast, het systeem. Het is getest door verschillende lagen, door techneuten, door gebruikers. Uiteindelijk is het met veel tamtam in gebruik genomen. En een uur nadat het in gebruik was genomen, werd de eerste fout ontdekt op het millenniumgebied. Met andere woorden, zelfs als je extreem veel doet om het probleem aan te vallen, om op te lossen, dan nog is dat niet met garantie. Ik zou eigenlijk willen zeggen, überhaupt zonder garantie. Is dat een systeem dat daar ook wel gebruikt wordt? Wie is wij? Nee, u zegt, u heeft het over een gecertificeerd systeem. Waarvan ja. U ontdekt weet dat het niet goed was. Maar is dat iets wat alleen de KLM gebruikt of is dat iets wat... Ja, het is een intern KLM systeem. Ja. Dat viel die meneer weer mee. Ja. Dat heeft u thuis niet. En hoe is dat, wat bent u tegengekomen, meneer? Een van de problemen die je hebt met het millennium verhaal is dat wanneer je gecheckt hebt, je nog niet de zekerheid hebt dat je hebt een bepaald systeem gecheckt, dat je de zekerheid hebt dat daarmee ook het totale systeem functioneert. Laat ik een paar voorbeelden geven. Een chip was onderzocht, keken is die millennium gevoelig ja of nee, en die was in zijn functie, die hij moest vervullen in het geheel, zei doet het perfect. Tot ik naar een lezing ging over dan de millenniumproblematiek en toen zeiden ze, let eens op, want de chip heeft 2 niveaus. Die heeft een functieniveau en die heeft nog eens een keer een voedingsniveau. En je hebt dan vaak dat je alleen de functie test, maar daaronder zit een programma wat als het ware functieniveau probeert aan te sturen. En die 2 dingen zijn niet op dezelfde wijze geprogrammeerd. De ene werkt wel met nullen en de andere werkt niet met nullen. Dat betekent dat je daarmee toch, ook al zou je dus op het eerste niveau getest hebben en de tweede niet geweten hebben dat voorkwam, dat je dus daarmee alsnog een probleem hebt straks in het functioneren. Dus doordat u op een lezing was waar dat verteld werd, kwam u daarachter? En wat we dus nu zien is dat we
steeds meer, in Nederland ook, in internet, allemaal de informatie aan elkaar gaan doorgeven. Bijvoorbeeld in de energiewereld wordt de zaak wordt verzameld door of het CEP of Energienet, waar een database is, waar alle gegevens in gestopt worden. Dus wanneer ik nu een chip tegenkom, dan ga ik eerst kijken, heeft een van mijn collega's dat ding al onderhanden gehad? Heeft hij het programma al gecheckt? Wat heeft hij eraan gecheckt? Wat zijn zijn bevindingen? Dan ga ik met die gegevens ga ik naar het eigen systeem toe. Want ook al heeft een ander de zaak gecheckt, daarmee ben je zelf nog niet gevrijwaard van mogelijke problemen in dat verhaal, omdat dat een eigen functie weer in je eigen is. Er zitten dus allerlei problemen verstopt, lijkt het. Ja. Denkt u dat u daar nu uit bent? Want op een gegeven moment ga je dan ook afvragen, heb ik nou een topje van een ijsberg te pakken of heb ik het hele probleem? Bellen klanten wel eens met de vraag, blijft het licht branden? Gebeurt dat al? En zegt u daar dan iets over? Ja, regelmatig word ik gevraagd bij klanten om eens een keer te vertellen, wat doet nu de energiewereld eraan? Wat doet Energie Noordwest aan het verhaal? Waar zijn jullie mee bezig? Maar goed, dat vertelt u waarschijnlijk, wij doen allemaal ons best. Maar een klant zal zeggen, ja luister eens, ik heb een hoogoven branden. Ik wil een garantie dat, dat de elektriciteit het blijft doen. Garanties die kun je niet geven in dit verhaal. Ook aan een ziekenhuis niet? Ook niet aan een ziekenhuis. Ik kan aan geen enkel bedrijf, aan niemand een garantie geven dat het verhaal rond de energielevering, met name dan de elektriciteit, dat blijft doorgaan. Okay. Je zit dus ook met je normale bedrijfsrisico in deze. Ja. Wat je dan wel gaat doen is, je gaat kijken naar nu wat extra naar noodscenario's. Als er iets misgaat, wat moet ik dan doen? Oké, daar komen we zo. Ik wil eerst nog even weten, bij de Vendex, kan u nog dingen tegen die je van tevoren niet bedacht had? Of was het allemaal van tevoren al? Ja, wij hadden nieuwe kassa's gekocht met een garantie dat ze Millennium Proof waren. En dat gold wel voor 2000, maar bij 2001 gingen ze kapot. Nee. Ah. Ja. Je bent garantie, dat is meestal maar een jaar. Dus. Dat is toch bij de Vendex zo? Nee, maar dat is dus de certificering is dus niet een allesomvattende garantie. En dus betekent wel dat als je dus spullen koopt met een Millennium Proof certificaat, dan moet je toch echt ook zelf gaan testen. Want ze mogen dan 2000 getest zijn, maar dat betekent niet dat 2001 dan ook. Er zijn nog een probleem erbij. Ja, gauw. Ja, dan gaat het gang. Ik wil daar even op inhaken, want ik vind het leuk. Omdat, deze kende ik nog niet. Er spelen nog wat problemen op de achtergrond die mensen niet beseffen. Dat is op de eerste plaats de 9e september van 1999. Dat zijn 4 negels. En er zijn ontelbare computersystemen die 4 negels hanteren als een foutmelding. Het apparaat houdt de stroomweg niet op, omdat hij denkt dat het alles fout gaat. Dat wordt ook onderbelicht, omdat mensen alleen maar op het millennium gefocust zijn. Het tweede probleem dat op de achtergrond speelt, hebben de mensen vaak ook niet aan gedacht. Dat is, het jaar 2000 is een zogenaamd correctieschrikkeljaar. En dat één keer in de 1000 jaar is het ronde millennium is ook een schrikkeljaar. Dus 2000 is een schrikkeljaar tegen de gewoonte in. En de meeste systemen kunnen daar ook niet tegen. Een apocalyptische schets. Ja, mag ik even? Sorry. Ja, dat is een vraag. Ik ben absoluut geen expert in dit gebied. Ik ben een leek. En wat ik niet begrijp is, waarom slaan computers een hol uit het jaar 2000? Is het mogelijk dat je dat 21 jaar aan mij uitlegt? En wat is dan het verschil tussen een chip die daar wel tegen kan, tegen bestand is en een chip die dat niet is? We gaan daar kort op in, hè, want we gaan niet technisch doen hier. Maar toch belangrijk om even te begrijpen wat er dan achter zit. Wie van u kan in 5 zinnen uitleggen wat er nou technisch aan de hand is? Ik tel eens, hè, die 5 zinnen. Daar reken ik mee. En die komma's die gaan er weer af. Het probleem is dat je met jaartallen gaat rekenen in de computer. En wanneer ik nu ga rekenen met het getal 999, maar dan met de laatste 2 digits, 99, ik trek dat af, daarvan af bijvoorbeeld het jaartal 97, dan hou ik 99 min 97, dan hou ik 2 over als getal. Als ik nu op het jaar 2000 kom en er staan 2 nullen en daar trek ik 97 vanaf,
dan komt hij op een minder getal. En dan zegt in één keer die computer, ik snap het niet meer. En dit komt omdat we ooit zuinig zijn geweest met het opslaan van gegevens. We hadden beter van aanvang af alle jaartallen met 1999 erin kunnen zetten, dus met 4 getallen. Want dat was duur, zeker in de jaren 70 en 80. En toen zijn we er zoveel gestapt in zijn geheel om alles in 2 jaartallen erin te zetten. Want ja, wie dacht toen al in het jaar 2000. En dan dus het rekenen met 2 nullen. Met een jaartal eraf, dan kom je dus aan 19 getallen. En dan gaat het systeem fout. En het vervelende is dat je niet zoveel meer kunt voorspellen waar het dan fout gaat. Wat gaat dan dat apparaat doen? Als ik in de lift sta met overgang van 2000, gaat dan in de lift plotseling snel op en neer, of stopt die, of ja, weet ik veel wat je allemaal kan doen. Nou, dat is het grote probleem, dat je dus dat niet kunt voorspellen. En telkens kom je dan ook weer tot verrassingen, zoals bij een telefooncentrale die we hadden. Die liep over. Je moet ongeveer 14 data moeten gecheckt worden of die, het systeem daar goed mee omgaat. Toen kwamen we aan het schrikkelgetal, 28 naar 29 februari. En het systeem ging daar goed mee om. Dus we denken, nou dat is oké. Okay. Toen dacht er iemand, kom, laat ik nog eens even, het was een telefooncentrale, laat ik nog even wat telefoontoestellen erin voeren, kijken hoe die daarmee omgaat. En toen zette hij hem op 1 maart, en toen zei hij in één keer het systeem, ik ken die telefoontoestellen niet. Terwijl hij ze net een paar minuten daarvoor erin gevoerd had. Je gaat kijken, ze staan erin, maar het systeem rekent er niet meer mee. Dat betekent dus dat je op 1 maart 2000, wanneer er iets gebeurd was, die mensen nooit meer had kunnen bereiken. En dat is ook niet voorspelbaar wat er dan mis kan gaan. Okay, dus dat het is het vervelende. 2 cijfers in plaats van 4 cijfers opschrijven en je krijgt rare uitkomsten bij optellen en aftrekken. In ieder geval bij het aftrekken geloof ik, als ik het goed begrepen heb. En sommige computers en programma's raken dan de tel kwijt, denken dat de garantieperiode verstreken is, denken dat je creditcard niet meer geldig is, denken dat je bankrekening ook niet meer geldig is. Denken dat je kinderbijslag moet krijgen in plaats van je gepensioneerde en je pensioenbijslag. Al dat soort problemen kunnen ontstaan. Nou, dan hebben we wat gehoord over wat bij jullie nou zoal gebeurt. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je het nu zonder hand niet opgelost hebt, dat het ook wel tijd wordt om eens na te gaan denken wat er allemaal moet gebeuren als er toch iets misgaat. Zeker omdat, als ik jullie zo beluister, en nog best eens wat onder het oppervlak kan blijven zitten, wat je niet had gezien, wat toch nog wat vervelende effecten heeft. Dus even naar noodplannen toe. Misschien eerst nog even de Vendex. Hebben jullie een noodplan klaarstaan of moet dat nog gemaakt worden? Nou, we hebben heel veel nieuwe softwareprojecten. En het nadeel van automatiseringsprojecten is dat die bijna altijd dreigt uit te lopen. Dus planning is daar altijd een hele zwakke schakel in dat geheel. Wat we nu gedaan hebben, dat is gekeken van, stel dat je de oude systeem 2000 proefs zou willen maken, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? En op een gegeven moment moet je echt een point of no return definiëren en zeggen, nou, en nu moet ik de stand opmaken. Komen we met acceptabele uitlooptermijnen nog tijd klaar? Zo niet. Dan zul je het ene stop moeten zetten en dan zul je het andere scenario in werking moeten stellen. Dat hebben we voor alle plannen die we hebben ingezet, hebben die point of no returns hebben berekend. En ja, naarmate je daar dichterbij komt, ga je vaker meten, nauwkeuriger meten. En op een gegeven moment dan zul je een beslissing moeten nemen of we gaan door met het plan om nieuwe software te implementeren. Of je stopt ermee en je pakt de oude systemen op om die alsnog ja, maar laten we dan toch eens even veronderstellen dat die schappen leeg blijven. Hè? Je hebt er natuurlijk uiterst de best voor gedaan dat dat niet gebeurt. Maar de schappen blijven leeg of de winkeldeuren gaan niet meer open of blijven voortdurend openstaan. Wordt ook leuk, hè? Want dan, misschien wordt het dan zo 's nachts nog een gezellige bende op de A10. Wat voor noodplannen heeft u daarvoor? Heeft u de politie al ingeschakeld of uw beveiligingsdienst dat ze overuren moeten maken? Nou, op dit moment hebben we daar nog niet echt concrete plannen voor. Het is wel zo dat beveiliging wel bezig is om dat soort scenario's te gaan maken. Want inderdaad, als er stroom er niet is, ja, dan weet 2000 dat valt van zaterdag op zondag. Nou, het zal dan in de reden
in de reden liggen dat, dat je dan op zondag, ook al hebben we een aantal zondagen waar, waarop gewinkeld wordt, dat die zondag dan helemaal gebruikt wordt om, om alles te testen. Oké, dus toch gezellig bij opa en oma blijven zitten bij de cake. bij de KLM ook een noodplannetje, een vangnetten voor de vliegtuigen. Nou, dat is geen noodplannetje, dat zijn kolossale plannen. Het is zo omvangrijk dat we de conclusie hebben getrokken dat we dat onmogelijk allemaal kunnen afdekken. We kunnen onmogelijk voor elk probleem, voor elke hapering in het proces een noodprocedure. We hebben een onderverdeling gemaakt naar de bedrijfsprocessen die voor de KLM vitaal zijn. Een gradatie lager essentieel, nog een gradatie lager belangrijk en een onbelangrijk of overig. We hebben gezegd dat alleen de systemen die vitaal en essentieel zijn, die voorzien wij van een noodplan, omdat het anders volstrekt onhaalbaar is. Met andere woorden, een onbelangrijk systeem is voor ons het systeem wat zorgt voor de catering aan boord. Als er een dag geen broodjes zijn, nou ja, dan maar geen broodjes. Wat natuurlijk vitaal is, dat zijn de afhandelingssystemen op het Schipholcentrum. Want als je dat niet kunt, dan valt er niks te vliegen. Iedereen denkt altijd meteen aan vliegtuigen die uit de lucht vallen. Dat is een heel ander verhaal. Voor een deel is dat ook niet intern KLM verantwoordelijkheid, maar wel iets waar de KLM mee te maken heeft. Er zijn 3000 air traffic control centra ter wereld. En als er ook maar eentje ergens zijn zaakjes niet op orde heeft, dan vliegt het vliegtuig in het gunstigste geval de verkeerde kant op. Met andere woorden, daar liggen de risico's. En niet zozeer in die broodjes die niet aan boord zijn. Nee. En in de energievoorziening is een noodplan niet nodig? Of, We hebben altijd een noodplan. De noodplannen zijn al jaren gemaakt. Echter, wat er nu gebeurt is dat, met name er was Utrecht toen daar misging, is een aanleiding geweest om nog eens een keer die noodplannen heel expliciet door te gaan lopen. Te zeggen, wat moet ik doen indien? Want op zich, ook zij hadden een noodplan, maar hebben dat onvoldoende geoefend. Waardoor, toen er plotseling ergens een 50 kilovolt kabel uitviel, ze niet toen bedachten om de industrie op een basislast te gaan zetten, waardoor de overige 5 kabels plotseling de hele last kregen. Nou, dan kun je erop verwachten, het schakelt één voor één af. Dat is daar gebeurd. Nou, wel, wat we dus nu doen, is nog eens een keer opnieuw gaan kijken naar die noodplannen. En met name, wat moet je gaan doen indien er in een bepaald gebied iets rampzaligs gebeurt. Stel dat de hoogovens plotseling een probleem hebben in die richting. Wat moeten we dan gaan vertellen tegen de hoogovens? Jongens, gaan we op basislast, want als jullie op vollast blijven draaien, dan weten we zeker, dan gaat in serie de rest eruit. Nou, dat soort zaken wij dus nu aan het nalopen. En daarvoor zullen we dus ook duidelijk contacten maar gaan leggen met de industrie. We hebben bijvoorbeeld uitgeprobeerd drukken de impact die zaken hebben, programma's hebben, indien die uitvallen. En die druk je dan uit in een zorgfactor. Waar staat de Z voor de zaakschade, de O voor omgevingsmilieuschade, de R voor reputatieschade, wat gebeurt er met ons als bedrijf, en de G staat voor het gevaar, welke last zou dat kunnen hebben bij mensen. Nou, we hebben naar die zorgfactoren hebben we nu vastgesteld, en dat is dan ook aanleiding om dieper je systeem in te gaan, want diegene die het grootste getal oplevert, die krijgt dus ook de eerste aandacht om die te gaan doortesten. Dat klinkt heel geordend, dus dat is mooi. Daar zijn vast wel wat vragen over. Moeten er nog veel mensen wakker gemaakt worden? Ik ben nu wakker. Ik was dat net niet, maar ik ben nu wakker. Maar zijn mensen wakker? Ik denk dat er nog heel wat mensen wakker gemaakt moeten worden. Als ik nou, even een klein zijstap. Ik ben zelf voorzitter van een ziekenhuis. Ik bracht op een gegeven moment dat onderwerp ter sprake. Nou, een millennium leefde daar nog helemaal niet. Gezegd, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk met de meest kwetsbaar in de samenleving? Iemand die in bed ligt en er niet uit kan. En de stroom valt uit. En we zitten op 31 december en het kan koud zijn. Nou, daar hebben we nu besloten dan om, wel normaal gesproken, maar voor 24 uur brandstof voor energie. En we hebben die uitgebreid naar 3 dagen. Zeg, en dan hopen we
dat de zaak weer in orde komt. Maar dat zijn nou van die simpele dingen die dan, die weerbaarheid waar meneer dan noemt, nou, die weerbaarheid kun je daarmee dan vergroten. Oké, okay. Meneer Spier. Ja, ik beluister dus het verhaal van de KLM en ik begrijp dus gewoon dat het niet zonder problemen is om op 28 december ergens heen te gaan in de wetenschap dat je niet precies weet wanneer je toe gaat. En dat allemaal vervelend, maar niet zo'n echt probleem. En ook niet zo'n ontzettend probleem om niet bij Fendex de dingen te kunnen kopen die ik wel had willen kopen. Wel een probleem is de energievoorziening. Weliswaar geprivatiseerd of geliberaliseerd, maar toch een nutsbedrijf. Ik denk dat de verantwoordelijkheid van een nutsbedrijf, en aanpalend die van de overheid, toch niet zomaar onbesproken kunnen blijven. Meneer Van Fendix heeft al gezegd, als in zijn functie als voorzitter van een ziekenhuis, dat hij voor 3 dagen warmte zou in huis zou kunnen hebben. Ik ben niet overtuigd dus dat dat voldoende is. En dan kom ik maar terug op mijn inleiding, dat in dat geval de noodkacheltjes uit 1944 weer uit de kast gehaald zouden kunnen worden. Maar ik denk dus gewoon dat vooral de overheid en de nutsvoorzieningen, zoals in dit geval dus gas en elektriciteit, zich toch niet kunnen ontdoen van hun verantwoordelijkheid. En ik zou willen weten hoe dat nu precies is met die verantwoordelijkheid. Ziekenhuis is genoemd, mensen liggen in de intensive care, de stroom valt uit, meneer of mevrouw gaat dood. Hoe is dat met die verantwoordelijkheid? Wie heeft die verantwoordelijkheid? Dat is een moeilijke vraag voor deze heer, maar misschien dat voor de energievoorziening daar nog wel wat over te zeggen valt. Is daar een idee over? Ik ga mijn collega verdedigen. Het is misschien heel raar, maar dat doe ik niet zonder reden. Er wordt nu enorm gefocust op energievoorziening. En dat is waar. Dat is essentieel voor de samenleving. Volgens mij, waar het om draait, is de distributie. En distributie kan over energie gaan. En als dat er niet is, dan is het een ramp. Maar ik kan nog wel meer dingen die een ramp, dingen bedenken die een ramp zijn in sferen van distributie. Dus het gaat, nou, die meneer met zijn ziekenhuis, geen stroom is een ramp, maar geen medicijnen. Want wie belooft mij dat die aangevoerd worden? Alle problemen ontstaan uit een gebrek aan distributie. Dat is het toverwoord. En of dat nou energie is, of dat het nou medicijnen zijn, of dat nou andere dingen zijn waar iemand op dat moment vreselijk om verlegen zit, daar ligt het probleem. En dat kan dus ook zo zijn, en dat, wat dat betreft steun ik meneer Sala in zijn betoog, als de luchtvaartwereld stil ligt een week, dan heb je precies datgene aan je broek wat ik zeg, namelijk gebrek aan distributie. En dat is de hele kern van het verhaal. Maar dan de vraag van meneer Spier over verantwoordelijkheden. Ik neem aan dat hij ook een beetje hint richting de verantwoordelijkheid van de politiek, verantwoordelijkheid van de besturen, de samenleving. Wat zijn uw ideeën, even los van uw rol in uw bedrijf? Ik denk, meneer zegt het goed, distributie. En dat betekent, iedereen heeft denk ik hier een verantwoordelijkheid. En we zijn zo gewend dat alles op 5 minuten afstand aanwezig is. En vroeger hadden mensen zeg maar 3 maanden voorraad in de kelder liggen. En nu hebben mensen 24 uur voorraad. Ik denk dat voorraadvorming, waar dan ook, dat is cashgeld. Probeer niet in met 5 gulden rond te komen, want het girale verkeer ligt gewoon even een tijdje plat. Dus zorg dat je gartaal geld hebt. Zorg dat je je kelder of je kelderkast vol hebt. Zorg dat je blikgroente hebt, want groen, dat zal niet gaan. Althans, dat zijn allemaal voorzorgsmaatregelen die men particulier kan nemen. Ziekenhuizen zullen ook grotere voorraden medicijnen moeten aanleggen om dingen, om tijden te overbruggen. Dus iedereen heeft denk ik een taak in die distributie en het toverwoord is daar gewoon voorraad. Want je hebt tijd nodig om het probleem op te lossen. Ook overheden die voorraden moeten gaan aanleggen, uw gevoel? Noodvoorraden misschien? Komen daar dan belastingfaciliteiten voor? Over het samenspel tussen dan met name het energiebedrijf en een deel van de overheid. Als ik nou bijvoorbeeld kijk direct in Amsterdam, dan weet ik dat daar heel duidelijk vanuit de gemeente om de 6 weken wordt er bij ons een audit gedaan. Hoe ver zijn we? Wat pakken we aan? Wat hebben we gedaan? En dan krijg je daar een cijfer voor. Heb je het goed? Zit je nog op lijn of zit je niet op lijn? Ik ben even de naam kwijt van die mevrouw die hier ook zou zijn. Ter Horst.
Ja, onder die clubvalk had. En die komen dus elke keer weer bij ons kijken hoe de zaken doorgaan. Dat is één deel. Maar een ander deel, dat er dus een samenwerking is met onder andere Amsterdam voor het hele verkeerslichtenverhaal. Want mocht dat uitgaan, heb je best een goed probleem hier in Amsterdam. Ook daarin hebben we elkaar gevonden om dat onderzoek op dat terrein beter te pakken. Ik weet zeker dat natuurlijk niet alle verhalen heb ik daarmee gedekt. Maar telkens weer een stap verder om in ieder geval te zorgen dat je voor een heel cruciaal moment, 99, met het geheel 100% erop bent. Ik heb toch nog aansprakelijkheden een beetje geleden worden. Ja, dat zou kunnen. De Nationale Nederlanden hebben aangekondigd dat ze alle grote computerbedrijven uit de verzekering. Je zou kunnen zeggen een groep van topambtenaren aangesteld. Mensen die ook andere zware klussen tot nu toe hebben moeten klaren. Bijvoorbeeld de heer Verdellen die, je zou kunnen zeggen, van de eurotop tot met andere zaken ingeschakeld is. Om leiding te geven aan allerlei zware operaties. Die heeft de leiding van een team mensen rond de wethouder die het millenniumprobleem binnen Amsterdam tackelt. En de zaken die jullie noemden worden daar ook besproken. Wat natuurlijk zo is, is dat de wethouder heeft aangegeven van ik coördineer wel, maar ik ben niet verantwoordelijk. Want je moet natuurlijk oppassen dat het niet zo is dat iedereen zegt nou we leunen achterover en de betreffende wethouder die zoekt ik me uit en als het op 1 januari misgaat hebben we pech gehad. Dus wat de wethouder gedaan heeft is een beetje in dezelfde lijn als VVD aangeeft van u bent zelf verantwoordelijk. En toen bleek ook bij het begin van het verhaal dat een aantal, dat zeg maar niet in alle bedrijven en ook de bedrijven die u noemde, iedereen even bewust was van het geheel. Er zijn hier geen flappen of flapovers, maar om maar eventjes bijvoorbeeld aan te geven, de analysefase van alles waar men is, moet op 1 november zijn afgerond. Noodscenario's zijn op 1 april 1999 op orde. Er zijn allerlei vitale objecten aangewezen, die moeten aangepast zijn. Er is een hele rits zaken, dan krijg je natuurlijk dezelfde vraag van hoe ver is men dan? Nou, daarvan zegt men, we zijn op stoom, we zijn er nog niet, maar intern, binnen de gemeente organisatie, wordt het gezien als een zeer ernstig probleem. Nog niet door alle wethouders bijvoorbeeld. Er schijnt één wethouder te zijn die heeft zoiets van, dit is een soort, hoe noem je dat, een trucje van van Microsoft om geld uit te kloppen. Dus wat dat betreft, laten we wel wezen, zijn er ook bestuurlijk een aantal belangrijke mensen die nog niet echt bij zitten. Maar wat heel erg doorgekomen is, is men is zelf verantwoordelijk. Er wordt ondersteuning geboden, er wordt regie geboden. Maar als men niet voldoet aan de zaken waar de afspraken over gemaakt zijn, nou, ik kan niet zeggen wat er dan dreigt. Maar dan dreigt er dan wat. Wat dreigt er dan? Nou, dan krijg je dus dat met name leiding verantwoordelijk zal worden gesteld. En dat kan consequenties hebben. Ja, door die man ontslagen, hè, dan? Die man is toch een vrouwelijke wethouder in deze gemeente? Nee, ik hoor, ja, dat zou dus ook kunnen. Maar ik hoor allerlei mannen noemen. En dan één doet het dus niet. En dan wil ik weten, wat is de consequentie? Nou, ik denk dat iedereen... luister eens even, ik denk dat iedereen het heel vervelend vindt als je in een bepaalde functie zit en je wordt gewoon te kijk gezet dat je werk niet goed gedaan hebt. Dat is, behalve geld, is dat voor veel mensen, man of vrouw, een hele vervelende zaak. En tot nu toe heeft men vaak gedacht, dat loopt wel los. Er is wel iemand anders verantwoordelijk. Men is zelf verantwoordelijk. En nogmaals, dat is hetzelfde verhaal als bij de VVD. Bij de Vendex. Dat werkt wel, want ook daarin, op het moment dat je mensen er zelf verantwoordelijkheid stelt, dan helpt dat. En ik kan dat nu kijken, ik heb een hele lijst van besluiten die er genomen worden. En timen en fases. Nou, daar gaat het denk ik niet om. Een van de zaken die we wel belangrijk vinden is ook die link naar de Amsterdamse burger. Want precies is dat hier gezegd. Ik spreek ook wel eens over mensen, bijvoorbeeld één specialist in het ziekenhuis. En die heeft zoiets als ik overprint. Maar heb je het nou weer over? Wat een gezeur altijd. En blijkbaar is het niet mogelijk om mensen, zoals het verhaal hier gehouden wordt, op allerlei niveaus toch aan te geven wat er speelt. Ik persoonlijk ben geschrokken van het verhaal dat ik al vaker gehoord heb van een hamster. Ik hoor het hier dus weer. Maar die heet nou hamster. Wat een flauwekul. Maar als men zegt, goh, er gebeurt niks in Amsterdam, dan denk ik dat het misschien nagelaten is om naar buiten te brengen, heel uitgebreid, wat er gebeurt. Er is bijvoorbeeld wel een millennium nieuwsbrief die rondgaat, waarin uitgebreid staat waar men is en hoe men komt. Mogelijk zal daar wat meer aandacht aan moeten worden besteed, dat mensen ook die in ieder geval erbij betrokken zijn, kunnen zien waar men is. Want dat de gewone burger misschien zegt, ik heb er nog niet zoveel belangstelling voor als één, maar dat mensen zoals de heer hierachter, die behoorlijk betrokken zijn bij het geheel en het volgen
ook geen idee hebben waar de gemeente Amsterdam nou mee bezig is. Dat maakt misschien dat de nieuwsbrief en de maatregelen die genomen worden wat meer ook richting bedrijven moet gaan. Maar het kan best zijn dat bijvoorbeeld de assistent van de wethouder die hier is, daar iets meer van weet.